In een recente ontwikkeling heeft John de Mol zijn ongenoegen geuit over de uitgesponnen muziekintro's bij het programma Vandaag Inside, vooral die van Mel en Vintage Future die minutenlang blijven duren. Johan Derksen, die bekend staat om zijn voorliefde voor blues en Amerikanen, heeft altijd de openingen verzorgd met bands die zijn goedkeuring kunnen wegdragen. Helene Hendricks daarentegen kiest vaker voor volkse muziek, meer in lijn met het publiek van SBS 6. Johan Derksen was duidelijk te spreken over Mel en Vintage Future, Waarbij hij opmerkte dat er tegenwoordig kwalitatieve muziek uit Volendam komt, in plaats van de vroegere kitschere sound. Echter, volgens Johan hebben de lange muziekstukken een nadeel: ze kunnen kijkers wegjagen. Hij herinnerde eraan hoe zelfs grote Amerikaanse bluesgitaristen, met nummers van slechts twee minuten, kijkers weglokten naar andere zenders. René van der Gijp bracht ter sprake dat John de Mol niet tevreden was met de lengte van de muziekoptredens. Dit leidde tot verwarring bij het team. Met vragen over de mate van bemoeienis van de mol op programmatisch niveau. Johan verduidelijkte dat de mol zich niet rechtstreeks bemoeit met de inhoud, maar wel zijn voorkeur heeft uitgesproken tegen lange muzikale openingen. De discussie tussen de presentatoren ging verder, waarbij Wilfred geneesig zich afvroeg of de muziek tot slechts 20 seconden zou moeten worden ingekort. Johan reageerde begripvol, erkennend dat muziek een zeer subjectieve kwestie is die kijkers kan verdelen. Hoewel sommigen genieten van de muziekkeuzes van vandaag in sight, zijn er anderen die snel wegsappen als het niet hun smaak is. Terwijl de meningen verschilden over het belang van muziek in het programma, benadrukte Johan Derksen dat John de Mol uiteindelijk de beslissende stem heeft. De discussie illustreerde de uitdagingen van het balanceren tussen verschillende muziekstijlen en kijkersvoorkeuren binnen het televisielandschap.